Nee, we gaan het hier als eerste in beeld halen. Dat is het kontje. En hier ziet het geslacht. Degene met de jongens zijn dik mee, hè? Dit is meisje, hè? Is dat een meisje? Ja. Ja. Dit is, ja, Zalle. Bovenbeen, bovenbeen. Oh. Dit zijn schaamlipjes. Oh, geweldig. Ik dacht echt, oh, jongen. Ja, nee, die drie streepjes. Dat zijn schaamlipjes. Oh, wat leuk. Ja. Oh, geweldig. Dat is het hoofd, dat is de buik, bovenbeen, bovenbeen en dat zijn schaamlipjes. Dit is het hoofdje van de kleine. De neus, een oogje, oogje, bovenlip, mond, kin. Is het gezond? Ja, ik heb nog niet alles gezien, maar waarschijnlijk zal ik zelfs wel opnieuw ja antwoorden. Ja, daar is het hartje. Die kleurtjes, dat is bloed dat door het hartje stroomt. Ja. Dat zijn ribbekjes, daar ook. De ruggengraat. Armke. Ribbekjes. Ruggengraat. Dat is de rug, achterhoofd, nek, ruggengraat, kontje. Dit is het middenrif, de longsjes, de lever. Ja, de darmjes, het hartje. Dat zijn schaamlipjes. Ik zal er eens aantekenen hoe dat er zo uitzien als het een jongen is. Hè. Dus dit is bovenbeen, bovenbeen. Dit zijn schaamlipjes. Bij een jongen zou je daar een bolletje en een uitsteekje zien. Dit is navelstreng. Er kan nooit meer iets aangroeien. Nee, dat zou een beetje laat zijn. Ja. Zo, daar het kontje. Bovenbeen, knie, onderbeen. Bovenbeen, de benen serieus gespreid. En bij een jongen had hij daar een bolletje en een uitsteekselijke. En hier heb je schaamlipjes. Nu draait de kleine zich met de rug naar voren. Een handje. Je moet je kamer delen nu? Ja. Ja. We kunnen gaan kopen. Dat is de moederkoek, placenta, een handje, de vingers, bovenbeen, bovenbeen, voetje, ja, de heel, de teentjes, teentjes, heel. Ja, 9 centimeter kop stuit en 15 centimeter in totaal en 125 gram. Eén ontje pas. En je strekt er benen uit. Kijk dan, helemaal gestrekt. Oh, kijk daar. Ja, foto's en film. Dus alles wat je daar ziet komt op een DVD en als ik stop, dan, dan maak ik foto's. Dat is wel heel duidelijk deze dingen. Ja. Ik heb een heel duur toestel, hè, daarmee dat dat zo mooie beelden zijn, ja. Dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Het is bruin nog van mijn moeder.
De meeste kindjes die hebben als ze geboren zijn donkere haartjes van 1,5 centimeter lang. Dat zijn de meeste kindjes. En die kunnen naderhand ofwel langzaam van kleur veranderen ofwel uitvallen. Ja. Ja. Ja, die kan op alle kanten op. Oké. Okay. Ik ben een hond, dus ook een hond. Een hond. Oké, daar is sowieso. En die ogen van zo. Ik wil dat werk, maar ik moest mij. Ik moet je recht voor je toe doen. Er zit nog een hele passante daarboven dat witte. Hele beschermde. Wat was je dan toen dat je lach wil krijgen? Ik zie mijn uitsel liggen wel. Want ik zag het weer, zo. Dan was het dus licht wel. Kindjes. Echt cool. Die man toch geweest. En jij met die van had het gedroomd. Mama, ik heb gedroomd dat je een meisje kreeg. Ik hoor het gewoon doen, echt graag. Zoiets heb ik gedroomd. Echt dit. Een visioen gelijk. Had je een visioen? Zoiets. Ik zal. Het is wel fijn hè, dat iedereen er nu blij mee is. Ja. Wij krijgen ook mee. Zijn jullie ook al allemaal bijgekomen? Noor, samen zwanger, hè? Ja. Je moet goed eten. Ja. Mag ik alweer te lang krimpen? Mag je een afwijking te zien? Alles nee, goed? Ja, ja. En nu heb ik al wel alles gezien, hè? Ja. Ja, we hadden zo'n combinatie thuis, dat was ook allemaal goed. Ja. Pak je eerst er ook aan. Er moet nog spagaan komen, kerel. Ja. Maar ik krijg er wel af van die dikke potten. Ja, ik sta er kort in. Zie je? Moet ik echt boksen gaan doen. Een leesje. Ja. Een leesje, waar is dat? Ja. Dan ga ik denk dat is de clitoris. Pak, zie je dat nog? Ja, dat is de clitoris. Hier, hè. Dit uitsteekselijke. Dus het is geen penisje. Nee. Schaamlippen en clitoris. Kan niet als jongen geboren worden. Nee. Dan nog een keer iets. En dan nog één. Dat is overduidelijk. Ja. Jullie krijgen een zusje. Ja, dat is de buik. Bovenbeen, bovenbeen. Dit zijn schaamlipjes. Als dit een jongen was, dan hadden we hier een bolletje en een uitsteekselke. Ja. Dat zijn de ooglensjes. Daar en daar. Handjes, vingertjes. Ja. Ja. Dat is een wonder. Dat is wel ook een goeie. Wacht het wel. Super snel. En dan gaan we ook nog eens in kleur bekijken. Echt veel vruchtwater. Dat is een hele normale verhouding, zeg maar, ja. Zit zo weinig uit? De kleine voelt zich in zo'n plaats. Want kijk, hier zit er overal. Ja. Daar zitten de voetjes, daar zit er overal. De kleine voelt zich daar heel comfortabel, dat is echt wel voldoende. Ja.
Kindje zit in comfortabel in gebogen houding, foetushouding. Wij zijn comfortabel in gestrekte houding, maar voor hun is dit comfortabel. En ook als ze geboren worden, zitten die nog altijd zo. Waarom dat beeld zo staat, hè, dat bedoelde, hè? Dat is omdat dit in de tiervorm en zo gaat het een buik in. Vanaf hier vertrekken geluidsgolven en die gaan een beetje schuin de buik in. Echo is geluid. Ik stuur geluid een buik van die mama in en dat komt terug en dat maakt een beeld. Zo ongeveer, ja. Kijk, ze stamt. Nee. Ja. Zeker. Ja. Gelukkig niet zoveel nou, hè. Voor een jongen had geen platen, dus eigenlijk. Jawel. Ah ja, zou er ook één gemaakt hebben. Dat was ook leuk geweest. Ja. Ik was eigenlijk ervan uitgegaan dat het een jongen was. Dus. Ah ja.